YouTube toets. Like deze video sneller dan dat ik verdwijn voor een 10. Oké, grapje, daar ben ik weer. Vandaag ben ik de manager van de speeltuin. Nee, dat is een leugen. Ik ben de manager van deze daycare. En dat betekent baby's. Heel veel baby's. Het zijn er misschien wel 100. Nou, de eerste baby die... Doet niet mijn nek, man! Oké, de eerste baby die zetten we hier even neer. Dan kan die lekker spelen. Als manager zijnde hebben we een grote verantwoordelijkheid. Zo moeten we de hele dag lekker zitten. Oh, was het maar zo'n feest. Nee, wij moeten ervoor zorgen dat niemand de regels overtreedt. Zo zie ik bijvoorbeeld dat de baby die zou moeten spelen in de auto zit. Kom hier! Je mag niet in de auto zitten! Dus we brengen hem gewoon weer terug waar die hoort. Zo, niet weggaan, hè? Gaat hij nou serieus? Hij gaat gewoon nu alweer weg. Oké, we hebben hier nog iemand die we ook in een auto zitten. Ah, nee. Niet huilen. Niet huilen, please. Maar deze baby, die moet toevallig naar school. Dus die zetten we netjes hier neer. Succes met leren. Het is dus belangrijk om alles te controleren. De manager is de eindverantwoordelijke. Iemand is op de muur aan het tekenen. Oh, nee. Hé, jij mag hier niet zijn. Dude, ik loop met een baby naar een andere baby die de regels overtreedt. Ik heb letterlijk mijn handen vol. Oké, deze baby die mag gaan spelen. Maar welke was op de muur aan het tekenen? Dat ben jij. Ja, ik moet je arresteren. Ik heb zojuist een baby gearresteerd. Oh, nee. En er is nu weer iemand iets aan het doen wat niet mag. Sorry, dat moeten we even negeren. Oké, we moeten deze baby nu inchecken hier in de gevangenis. Arresteren! En als je je afvraagt wat dat betekent, deze baby zit officieel in de babycel. Je vraagt je af wat dat betekent? 1 week geen speen, 1 week geen flesje en 1 week geen slaapliedjes. Oké, deze baby probeert volgens mij te ontsnappen. Nou, weet je wat? Vooruit, je mag eruit. Oké, ze is weer vrij, maar ik hou je in de gaten. Deze baby is aan het lachen. Weet je wat? Kom jij maar even mee. Oh, er is er een aan het tekenen. Het is weer dezelfde. Nee, kom hier. Deze keer kom ik. Nee, kom hier. Oh, jij bent de pineut. Ik heb haar weer gearresteerd. Laat in de comments weten. Moeten we haar een derde kans geven? Ze is letterlijk net uit de babygevangenis. Het spijt me, maar ik heb je weer gearresteerd. Ze zit nu wel in een andere cel. Je blijft daar totdat je vrij bent. Want dat is hoe het werkt. Er is hier ook een bibliotheek. Weet je wat? Laten we dat doen. Laten we haar naar de bibliotheek brengen. Dan leert ze tenminste nog wat. Ze is verdwenen. Baby ontsnapt. Dames en heren, code Gucci Gaga. Ik wou zeggen code rood, maar ik bedoel, het zijn baby's dus. Code Gucci Gaga. Ligt het aan mij of is het hier ineens heel rustig? Oh, er is daar een baby. En er is hier weer een baby. En er is er daar weer een. Hé, dat is degene die net is ontsnapt. Oké, weet je wat? Ik heb een goed plan. Jij bent de eerste baby die ik adopteer. Ik hou wel van een beetje uitdaging. Misschien verveelde ze zich gewoon. Oh, ze houdt van me. Ik zie allemaal hartjes. Ze houdt gewoon van degene die haar net heeft opgesloten in de gevangenis. Dat is bijzonder. Nou, kijk, we zitten gezellig in de draaimolen. Zolang jij maar belooft dat je niet meer op de muren ze lacht me gewoon uit. En nu houdt ze weer van me. Iemand heeft een glitterbom gegooid. Oké, daar gaan we snel naartoe. Oh, we moeten snel zijn. Oké, ik moet deze baby even neerzetten. Oh, ze heeft zich verstopt achter die teddybeer. Ja, maar ik zie jou wel. Ik heb je gearresteerd. Huilen is te laat. Of tenminste. Oké. Je hebt er misschien wel van geleerd. Het is mijn werk, jongens. Het is een koude wereld hier in het kinderdagverblijf. Regels moeten gewaarborgd worden. Oké, daar gaan we. Oh, wacht. We kunnen haar melk geven of arresteren. Oh, dat is een lastige keuze. Oké, we geven haar melk. Oh, we hebben geen melk. Ach ja, dan stop ik je maar in de gevangenis. Ik ben een slechte manager, of niet? Oh man, ik heb spijt. Maar we moeten verder met het leven. Onze werkdag is bijna voorbij. Maar de enige manier om een betere manager te worden is als we ons werk mee naar huis nemen. En ons werk zijn de baby's. Oh, serieus? Ik weet niet hoe dure werken schijnbaar. Wat doe jij daar? Je zit op mijn stoel. Dat mag niet. Oké, jij gaat mee. Kijk, dit is waar je mag spelen. Niet in het managerkantoor. Ze gaat er gewoon weer vandoor. Ze gaat er niet weer heen, hè? Oké, weet je wat? We gaan gewoon kijken wat doet een baby zo al. Ze gaat eerst door de babydeur. En nu gaat ze hier naartoe. Oh nee, wij moeten er weer vandoor. Want er is een baby buiten die iets doet wat niet mag. Wacht eens even, dat is bij mijn huis. Ik heb niet het mooiste huis, maar dat komt later wel. Is ze gewoon mijn huis ingelopen? Deze dude probeert in te breken. Kom hier jij. Oh my gosh, je probeerde binnen te komen. Nou weet je wat? Ik kan je arresteren, maar je bent aan het huilen. En ik heb een klein hart. Dus weet je wat we doen? Jij mag bij mij wonen. Oké, we moeten eerst melk maken volgens mij. Hij is aan het huilen. Rustig, je melk komt eraan. Oké, we zijn hem nu melk aan het geven. We geven nu gewoon een inbreker melk. Is dit niet een beetje raar? Oké, hij is aan het drinken. Hij vindt het lekker. Nou, we hebben onze eerste baby geadopteerd. En ik vind eigenlijk dat bij elke baby die we adopteren we een mooier huis verdienen. Nou, we leggen deze baby nu eerst... Eeuw! En nog een nies! Eerst spuugt hij me onder en dan denkt hij, nou, dat is nog niet genoeg. Pff, oh my gosh, weet je wat? En nu lacht hij me uit. Ik mag deze gast wel. Bedenk een naam voor deze baby in de comments. Ik noem hem voor nu even Hachu, want dat is het eerste wat hij zei. Oké, kunnen we hem hier even inzetten? Oké, blijf daar. Wat is er toch met baby's en hun emoties? Doe eens volwassen. Hij kijkt echt heel boos in de achtergrond. En daarom gaan we nu naar een ander soort huis waar alles van Poppit Fidget is. Als hij dit niet leuk vindt, weet ik het ook niet meer. Maar goed, mijn nieuwe werkdag is weer begonnen en mijn baby ontsnapt.
Doei. Het was leuk je gekend te... Nee, wacht. Dat kan niet natuurlijk, hè. We moeten wel een goede manager zijn. Dus deze baby, die mag gewoon even lekker op het huis letten. Er is namelijk een andere baby graffiti aan het spuiten. Wat is het toch met deze baby's, man? Oh, er staat hier trouwens een baby op de bus te wachten of zo. Dat is niet echt de bedoeling. Oh, ik zie er al. Dat is weer datzelfde meisje van net. En ze probeert zich nu ook weer te verstoppen. Oh nee, wacht. Ze zit vast achter de kast. Oké, kom maar. Nee, niet wegrennen. Kom hier. Arresteren. Waarom kan ik haar niet arresteren? Ik druk maar, er gebeurt niks. Oh. Ze is verdwenen. Ze heeft letterlijk het spel afgesloten. Oké, dan nemen we een andere baby mee. Weet je wat? Dit meisje is volgens mij heel braaf. En daarom moeten we nu het voorbeeld geven van wat het kan opleveren als je je wel aan de regels houdt. Dan ga je namelijk een leuke dag tegemoet. Zo ga je bijvoorbeeld naar het zwembad. We gaan samen van de glijbaan. Oh. En het leukste van allemaal. We gaan samen naar het springkasteel. Je mag spelen. Oh, ik heb haar laten vallen. Oh, wat gaat ze nou doen? Nee, wat doe je nou? Breng ik je helemaal naar het springkasteel? Doe het, weet je. Misschien is het zijn van de manager niet voor mij weggelegd. Kom hier, baby. We gaan spelen. Misschien vindt ze het gewoon niet leuk om alleen te spelen. Nou, in dat geval loop ik even met mee. Oh, ik vond dit vroeger zo fantastisch, hè. Ik was altijd die gast die dan gewoon stiekem zijn schoenen aanhield. Oké, dat was gezellig. En kijk, dat is mijn huis. De vraag is: is onze eerste baby ontsnapt? Raad het in de comments, ja of nee. Iets in mij zegt twee letters J-A. Ja. Oké, wacht. Ik hoor wel gehel. Dus volgens mij. Wacht, misschien is hij naar boven gegaan. Hallo, Gucci Gaga. Oh, wie ben jij? Oh my gosh, is onze baby ineens veranderd in iemand anders? Oké, wacht even. Laten we deze baby eerst even. Wat kunnen we doen? Kunnen we haar in bad zetten of zo? Nee. Oh my gosh. Oké, weet je hier, de ballenbak. Fantastisch. En deze baby, die mag ook in de ballenbak. Wachten jullie daar? Ik zoek mijn andere baby. Het is letterlijk alsof we een baby hebben omgereld. Ik had het bolletje nog. Ah, wacht. Ik had de deur open laten staan. Oh, dit is zo erg. Ik heb nog een hoop te leren, jongens. Oh, dat ding wil ik hebben. Ik ben de coolste manager ooit. Waarom zit er een kat in de achterbak? Wat als ik allergisch was? Oké, we gaan weer naar binnen. En we zoeken de baby van de dag. Oh nee, er is een baby met eten aan het gooien. En dat buiten nog wel. Ik hoop maar niet dat het hamburgers waren. Want ik heb nog niet gegeten. Ik kan niet zomaar iemand zijn huis inlopen en een baby arresteren. Het is trouwens ook nacht. Als ik dat doe, lijkt het meer op een inbraak. Ik neem mijn werk serieus. Oké, dus hier binnen is er een baby die met eten heeft gegooid. Oh ja, ik zie het. Maar wacht, ik moet aanbellen. Oké, ik ben benieuwd of er open wordt gedaan. Oh, dat is een baby. Ik dacht dat dat een moeder was. En er is een echte politieagent bij. Wat? Het is gewoon een baby. Een baby gooit met eten terwijl ze alleen thuis is. Kijk, ze helpt. Ja, maar je moet de deur open doen. Oh, come on. Wacht, misschien kan ik haar arresteren als ze dichtbij komt. Come on, arresteer. Ja, ik heb haar gearresteerd door de muur heen. Roblox logica. Ik weet eigenlijk niet of ik dit zeg maar zielig vind of dat ik een soort van boos moet zijn. Ik bedoel, ja, ze overtrad de regels. Maar jongens, ze was alleen thuis. Het is een baby, oké. Dat is wat baby's doen. Als ze niet meer weten wat er gebeurt, beginnen ze met eten te gooien. Oké, ze helpt niet meer. Maar ik moet je teleurstellen. Oh nee, ze is aan het huilen. Oké. Oké, ik heb mijn zwak hiervoor. Ze probeert letterlijk te ontsnappen. Kijk dan, ze doet zo. Oké, stop met huilen. Je mag er al uit. Kom maar dan, vooruit. Ik hoop maar dat dat een goede keuze was. Kom mee. Niet huilen. We gaan er een leuke dag van maken. Sorry dat ik je in de gevangenis opsloot. Hier, we staan op de trampoline. Dat is leuk, toch? Ik weet niet of het bepaald veilig is om te springen met een baby in je handen. We zijn bij het winkelcentrum. Misschien kunnen we onze baby een nieuw kapsel geven. Zou dat kunnen? Ik heb mijn haar blauw gemaakt. Nice. En hier kunnen we een soort van make-up doen. Wat is dit? Oh, wow. Wacht, er is meer. Wow, deze lijkt op wat ik normaal heb. Maar ik wil deze. Ik ben een aardige manager. Een tattoowinkel. Ga ik nou echt een tattoowinkel in met een baby? Is dit handig? Ik kan een dino-tattoo nemen. Maar waar heb ik hem? Oh, ik heb hem op mijn arm. Dit is vreselijk. En een pizza-tattoo. Oh ja, ik wil een pizza-tattoo. Oké, we zijn thuis. En hier kunnen we de baby een kostuum geven. Maar volgens mij is ze best wel moe, dus we laten haar eerst even slapen. Wacht eens even. Zoveel baby's heb ik helemaal niet. Kom binnen, jongens. Ik ben gewoon een babyhotel. Wat gebeurt er? Er is hier een baby die een baby vasthoudt. Babyception. Oké, we hebben hier een poppenkamer. De baby is de baby eten aan het geven. Wauw, ik heb gewoon een bedrijf gemaakt. Ik ben een babyopvang waarbij baby's de baby's opvangen. Iemand heeft een glitterbom gegooid. Dus terwijl ons huis is veranderd in een soort van chill plek, moeten wij weer een baby arresteren. Oh, zij heeft het gedaan. Ze heeft het nog in haar handen zelfs. Kom hier, baby. Oh, ze probeert er vandoor te gaan, maar ik heb haar. Ze heeft letterlijk van die silly strings in haar handen. Dat mag niet. Stop. Oh, nee. Nee. Wat doe je nou? Oh. Jij, baby persoon. Ik zie letterlijk niks. Het is alsof ik te veel suikerspin heb gegeten. Waar is ze trouwens? Oh, ze is daar. Oh nee, ze gaat snel door de deur heen of niet. Kom hier. Ah! Ik moet haar arresteren. 3, 2, 1. Ik heb haar. Oh nee, ik heb haar niet. Ik heb haar wel. Ik had beter politieagent kunnen worden vandaag. Ik ben vaker naar de gevangenis gelopen nadat ik een luier heb verschoond. Volgens mij hoort dat niet in een kinderdagverblijf. Ze zit wel in haar favoriete kleurcel. Paars. Oh, wacht eens even. Wat doe jij daar? Ik heb geen idee, maar we moeten er weer vandoor. Want er is nu een baby met verf aan het spelen. Oh my gosh, ik zie het letterlijk gebeuren. Dat ben jij. Dat is niet de bedoeling. Weet je wat? We gaan haar een koekje van eigen deeg geven. Let op. Ik weet toevallig dat je slime kunt gooien in dit spel. Oké, we kennen haar naam. Dus als we nu hier naartoe lopen en ik betaal 50 Robux. Let op. Koekje van eigen deeg. Let's go.
Wacht, ik heb haar vast. Dus nu zit ik ook onder de slime. Iemand is koekjes aan het stelen. We gaan er naartoe. Hier, jij bent braaf geweest. Eigenlijk niet, maar ik bedoel, koekjes stelen is de grootste misdaad die er is in dit spel. Vooral omdat het mijn koekjes zijn. Oké, de koekjes stelende baby is weg. En de enige plek waar die kan zijn is in mijn huis, want daar is de deur altijd open. Oké, waar is de koekjes stelende baby? Oh my gosh, nee. Alle baby's zijn ontsnapt. Waarom rij jij met een auto in mijn huis? Dat is niet... Dit mag... Oké, weet je, laat maar. Ik doe in ieder geval deze keer de deur achter me dicht. Zo, dat krijg je ervan. Ik heb een manier gevonden om sneller te zijn. Als je hier in het echte trap mee op zou gaan, zou je zo hard vallen, dude. Oh, wat doe jij? Oh, dat mag niet, hè. Oké, dit meisje heeft net met gravity gespoten. Ik denk alleen dat het niet zoveel zin heeft om ze elke keer in de gevangenis te stoppen. Dus we gaan voor de andere aanpak. Paardrijden! Kijk, misschien moeten we gewoon wat aardiger zijn tegen de baby's. En dan luisteren ze beter. Waarschijnlijk werkt het niet zo. Nu gaat ze de volgende keer nog meer gravity spuiten, omdat ze zin heeft om paard te rijden. Maar goed, veel plezier. Oké, dit is de laatste baby die we nu gaan verzorgen. We geven haar wat melk. Dit was een stressvolle dag. 100 baby's is te veel. Alleen, ik vind wel dat we iets verdienen. We zetten deze baby even op de trampoline neer. Oh my gosh, ze springt. Oh. Ik weet niet of dit veilig is. Dit zijn alle huizen die je kunt kiezen. En er is een regenbooghuis. Oh, die is zo duur. Maar voor 500 Robux, ouch. Dit is ons nieuwe huis. Hebben we helemaal verdiend omdat we de hele dag zijn ondergespuugd. Baby's in de gevangenis hebben gestopt. Baby's melk hebben gegeven. En nu wil ik eigenlijk gewoon even uitrusten. En het mooiste, ik heb mijn eigen eenhoorn. Oh, dit uiterlijk kan echt niet trouwens. Dus ik ben weer terug bij het winkelcentrum. Misschien moet ik de volgende keer een ander beroep nemen in dit spel. Politieagent. Hé, waarom is deze baby hier alleen? Je mag hier helemaal niet zijn. Elke keer als ik denk klaar te zijn met mijn werkdag, komt er weer een Gucci Gaga bij. Dat is Jobtaal voor baby. Oh, deze baby houdt van mij. Ik zie allemaal hartjes. En dit is dan ook gelijk de laatste baby die we adopteren. Zo, dit is jouw kamer. En je hebt je eigen wc. Hij is alweer weg. Abonneer voor meer en adios.